Initiatiefnemer van het Woningbouwfonds en Garantiefonds voor Huisvesting, Jennifer Geerling-Simons, heeft gisteren in DNA uitgelegd waarom er gekozen is voor twee aparte fondsen bij de wet. Geerling-Simons haalde aan dat de doelen verschillend zijn. Het Woningbouwfonds moet voorwaarden scheppen om het huisvestingsvraagstuk duurzaam aan te pakken. Terwijl het garantiefonds de banken zekerheid geeft dat als iemand de hypotheek niet kan betalen, deze wel zal worden voldaan. Het garantiefonds moet volgens Geerling-Simons gezien worden als een verzekering. We gaan eerst even over nood. Hè? U zal hebben gemerkt dat we in de wet hebben geprobeerd om zo transparant mogelijk naar de aanvragers toe te publiceren steeds wanneer hun aanvraag is binnengekomen, zodat ze kunnen zien hoe ze worden afgehandeld in volgorde en naar volgorde van indiening. Maar we weten ook dat iemand een hypotheek kan aanvragen, soms moet je wachten voor afhandeling. Soms zal het fonds meer geld hebben aan de dienst, andere keer zal het fonds misschien 1500 of 2000 hypotheken per jaar afhandelen of 1000. Je moet dan wachten. Maar stel nu dat terwijl je wacht, gebeurt een van de dingen die onder nood in de definitie zijn opgenomen. Dat betekent, je huis brandt waar je bent. Je hebt geen eigen huis, je hebt een huurwoning. Maar dat brandt nou. Moet je een ander huis gaan vinden, je hebt al genoeg problemen. Dan mag je volgens deze wet een beroep doen op de definitie van nood. De wet is zodanig opgebouwd dat er geen politieke spelletjes gespeeld kunnen worden, waardoor de burgerij de dupe wordt, zei Geerling-Simons. Ze is er voorstander van dat elke aanvraag objectief wordt behandeld. We hebben wat ervaringen in Suriname, al van sinds Jan Kototing, zou mijn moeder zeggen, dat mensen vragen huizen aan. Hè? Mensen vragen bij volkshuisvesting. Ik weet zeker dat u ze ook krijgt. Ja, voorzitter, ik heb 30 jaar geleden al de eerste keer aangevraagd. Ik heb 6 keer geherregistreerd en ik heb niet gekregen. En anderen hebben wel gekregen. En dit schept een heleboel onbehagen. Dus we hebben geprobeerd bij het woningbouwfonds een aantal zaken te regelen. Zodanig dat zo objectief mogelijk de zaken worden afgehandeld voor de burgers. En dat de burgers dat ook kunnen zien, hè, op de website, in de nieuwsbrief. Jij herkent jouw aanvraagnummer, dus je ziet op de website, oké, dat ding loopt. Ik ga nog niet aan de beurt zijn, maar volgend jaar. Maar je ziet dat het loopt. Je ziet ook wanneer iemand wegens brand of zo uit de reis gehaald. Je ziet die mensen hun naam niet, maar je ziet nummers en die heeft de urgentie. En er staat wegens brand, wegens weet ik veel. Initiatiefnemer van het Woningbouwfonds en Garantiefonds voor Huisvesting, Jennifer Geerling-Simons, gisteren in het parlement.